Want ik ga vandaag oefenspringen op het KNS-terrein. We gaan echt voor dat rondje 90 en een meter. En het maakt me geen zak uit hoeveel balken ik heb als ik er maar rondkom. Goed ruim rijden, hè, juf? Goed ruim. Goed ruim. Hand mee, hè? Putje. Ik ben zo trots. Ik ga jullie later eventjes helemaal bijpraten. Goedemorgen allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Het is zondagochtend, ik ben op stal, ik ben al mijn spullen bij elkaar aan het zoeken. Want ik ga vandaag oefenspringen op het KNS-terrein van in Ermelo. Ben ik nog nooit geweest. Heb, of tenminste, niet zeg maar met oefenspringen. Dus ik ben super benieuwd hoe het is en hoe het zal gaan. Het is onder begeleiding. En ik start daar een rondje 90 en een meter. Dus ik neem jullie mee in deze spannende dag. Zo, wij zitten in de auto. Ik zal jullie nu eerst even uitgebreid bijpraten. Want het is natuurlijk, het was een beetje vluchtig net. Hartje! Ik heb weer deze aap mee vandaag. Daar kom ik zo meteen wel op hoe dat zo is gekomen. Wij zijn dus nu onderweg naar Ermelo, naar het KNS-centrum. Omdat daar vandaag een dag is dat je kan oefenspringen. En dat is zeg maar niet als onderdeel van een wedstrijd. Maar gewoon oprecht oefenspringen om bijvoorbeeld als je de overstap van het 1 meter naar het 1.10 bijvoorbeeld heel spannend vindt. Dan kun je daar dus als eerste nu in een rondje 1.10 starten om te kijken, oké, hoe gaat dat? Voelt dat goed? Uit mijn hoofd kon je vanaf 30 centimeter inschrijven tot, ik dacht, maar hang me er niet aan op, 1.60. Dus er was echt wel heel veel mogelijk. Daarbij kon je ook nog kiezen of dat je het zeg maar zelf wilde doen of met begeleiding. En zoals ik het nu heb begrepen staat er gewoon iemand in de piste, een springinstructeur dus, die jou wat extra tips geeft of zegt rij dat lijntje nog een keer opnieuw nadat je dus je parcours gereden hebt. Wat natuurlijk super fijn is, want daardoor heb je dus niet de druk van een wedstrijd, maar wel een soort van oké, ik ben op ander terrein en we gaan dus een rondje springen. Dus dat trok mij heel erg. Ik was hierdoor getipt door, misschien kennen jullie haar wel, van E.T. de Mer. Op Instagram is zij ook best wel groot. Zij heeft dit namelijk al vaker gedaan en zij raadde dit, sorry we zitten echt op zo'n heuveltjes weg. Zij raadde dit echt heel erg aan, dus toen dacht ik van nou dat is wel interessant. Want volgend weekend en het weekend erop heb ik namelijk ook concours. En het doel is eigenlijk om dit jaar nog officieel B te starten. En B is geen B meer, maar nu een meter zeg maar. Dus ik dacht dat het wel interessant was om dan vandaag een rondje 90 en een rondje meter te springen. Mits dat dus allemaal goed gaat. En dan met feedback te krijgen van oké, waar moeten we aan werken? Wat gaat goed en wat gaat niet goed? Hoe dat precies in zijn werk gaat weet ik dus niet. Want het is niet een les van een half uur of zo. Het is vrij kort. Maar het is wel leerzaam denk ik. Het is sowieso goed om weer een keer op ander terrein te oefenen. Indoor ook. Hele mooie entourage vind ik het altijd daar. Dus dat maakte de keuze om in ieder geval vandaag te gaan. Zoals jullie weten zijn we vorig weekend op dressuurwedstrijd. Dan gaan we dus de aankomende twee weekenden ook op wedstrijd. Dus ik had Roseline... Nee, ga maar naar links. Ik had Roseline vrij gespeeld. Want ik dacht, ja, die meid gaat altijd met me mee op wedstrijd. En daar ben ik super blij mee. Want die weet precies hoe ze me moet groomen. Hoe ze me moet helpen. En echt kan echt gewoon niet zonder haar. Maar ik dacht, ja, dan is er vier weekenden achter elkaar met mij weg. Ik vond dat wel iets te veel van het goede. Dus ik had Juri gevraagd om met me mee te gaan. Juri is mijn vriend, voor degenen die het niet weten. En Baloo is van Juri geweest. Dus Juri heeft wel lichtelijk verstand van paarden. Dus die kan ik gewoon mee hebben. Die kent mij ook gewoon heel goed. Dus dat scheelt allemaal wel heel erg. Maar gisteravond kreeg ik toch een appje van Roseline dat ze het niet kon laten om te komen kijken. Dus die komt alsnog rechtstreeks naar Ermelo. Wat echt super leuk en fijn is. De tweede zeg maar rechts is gewoon een soort van rechtdoor. Dus wij zijn dus nu onderweg naar Ermelo. En wij gaan naar die twee rondjes springen. Roseline vroeg gisteren ook, heb je zenuwen? Toen zei ik echt van nee, ik heb er zoveel zin in. Omdat ik zo gedreven ben om dit jaar nog gewoon een keertje officieel meter te starten. En nou, ik herken mezelf bijna niet terug hoe gedreven ik ben om dat te halen. Dus die gedrevenheid gaat mij hopelijk vandaag ook weer rond laten komen. En ik moet gewoon niet onzeker rijden en gewoon hup.
gas is alles, rem is angst, zegt ze dan. Maar nee, ik moet eventjes uit mijn hoofd en gewoon, ja, heel makkelijk gezegd, ik weet het, maar dat is het doel van vandaag. Ik wil gewoon beide rondjes doorkomen en ik wil niet naar mijn eerste rondje 90 moeten zeggen, ja, ik wil toch geen meter, want dat voelt niet goed. Dan zou ik mezelf echt voor mijn hoofd slaan, dan zou ik mezelf echt heel vervelend en naar vinden, hier naar rechts. Dus we gaan echt voor dat rondje 90 en een meter. En het maakt me geen zak uit hoeveel balken ik heb als ik er maar rondkom. Beide rondjes. Dus, nou, we zien jullie zo meteen. Wij zijn aangekomen in Ermelo. Roseline is ook aangekomen. We hebben de mannen gedumpt bij de koffiecorner. En wij gaan Baloo even opzadelen. En dan hoop ik dat er zo het een en ander voor jullie gefilmd kan worden. Wij zijn opgezadeld. Jut en Jul. Ik ga een paard overgeven aan Jurrie, die kan dan even stappen en dan gaan wij parcours lopen. Niet erop gaan zitten. Niet stiekem doen, hè? Fijn, hè? Het is echt super fijn. Nou, let's go parcours lopen. Ja, goed ruim rijden, hè, juf? Goed ruim. Goed ruim. Oké. En dan hebben we hier weer... Ga je gang! Opstekend wild. Ja. Hier weer de finish. Nou, mooi parcours is al opgehoogd. Ik ga gauw op Baloo. We hebben een fijn kleur. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness.
Wij zijn terug op stal. Ik ben heel even de deken aan het wisselen. Ze staat lekker eventjes te eten. Ik ben zo trots. Ik ga jullie later eventjes helemaal bijpraten. Ik ga haar eerst even goed naverzorgen en lekker terug erbij opzetten. En dan praat ik jullie zo even bij. Baloo, heb ik weer lekker in de paddock neergezet. Ja, hij steekt weer een plekje op om te eten, zoals jullie zien. Ik weet niet of ik dat toen straks ook had gezegd, maar de wei is dus nog steeds open voor paarden. En het valt me op dat ze dan alsnog dus het ruwvoer verkiest voor het gras. Dus dat is leuk. Ik zie daar die andere twee paarden die lopen te klooien en te lekker te rennen. Heerlijk. Het is in ieder geval droog. Daar ben ik al heel blij om. Dat was het vanochtend echt niet. Dus dat was wel pure winst. En het was natuurlijk allemaal binnen. Dus dat was ook heel positief. Ik ga even kijken of dat ik jullie even neer kan zetten. Het is net te laag, denk ik. Ja, nou dan lopen we alvast rustig terug. Vandaag dus naar het KNS-centrum geweest. Ermelo, voor de meesten waarschijnlijk niet heel onbekend. En wat ook een fun fact is, als je me al lang volgt, dan weet je dat het echt een droom is om überhaupt een rondje een meter door te komen. Baloo en ik komen van best wel ver. Aan het begin van onze springcarrière ben ik er echt menig keer afgedonderd. Ik heb in het gips gezeten, vertrouwen weg. Dubbels durfde ik echt niet meer te rijden, niet meer te springen. Omdat het daar dus elke keer misging. Daardoor heb ik heel veel angst opgebouwd. En zag ik eigenlijk het doel om een rondje beet starten steeds verder weg. En dacht ik echt, nou dat gaat nooit meer goed komen. Ik heb er ook een paar keer over gedacht om wel een wedstrijdruiter of een internationale ruiter erop te zetten. Om haar in ieder geval de ervaring te geven. Maar het voelde gewoon niet goed. Omdat ik zelf Baloo heel erg goed ken. En het idee heb dat ik het dus ergens wel kon. Maar dat het wat meer tijd nodig had. Nou, die tijd hebben we natuurlijk ruim genomen. We zijn ook gewoon gestart in de klasse 50-70. Niks overhaast. Maar op een gegeven moment merkte ik echt van, nou, dit is echt easy peasy voor. Er stilde de benen niet meer op. Ze sprong echt niet lekker. Dus vandaar dat we toen klasse hoger zijn gestart. En eigenlijk zijn we elke keer zo'n stapje omhoog gegaan. Om dus vertrouwen te blijven krijgen. Maar dus niet in één keer in diepe te springen. Om dus meteen bam een meter te springen. Omdat ik dat zelf gewoon niet durfde. Kijk, ik heb echt een supergoed paard onder mijn billen. Dat ben ik me echt zeer bewust. Daar ben ik heel erg dankbaar voor. Daar heb ik hard aan gewerkt. Om alle basis en al het vertrouwen goed te krijgen. En ja, waarschijnlijk zou ze met een internationale ruiter nu al in het 1.30 gesprongen hebben. Ja, who cares. Ik kan haar voor heel veel geld verkopen. Maar ik heb zoveel plezier en zoveel liefde van haar. Dat ik dan voelt niet goed om dat te doen. Misschien in de toekomst, wie weet. Maar op dit moment niet. Krijgt die vaak die vraag namelijk wel vaker. Maar dat is dus ik word gewoon heel erg gelukkig van haar. En ik wil het gewoon zelf lekker samen blijven doen. Dat is ook de reden dat ik er eigenlijk nooit iemand anders op wedstrijden of wat dan ook op heb gezet. Omdat ik gewoon zo'n drang heb om het zelf te doen, om het zelf te kunnen. En moet dat een jaar duren, dan duurde dat een jaar. En op een gegeven moment heb ik in september het doel voor mezelf gesteld om in 2022 nog de B een B-debuut te maken. En B is nu op dit moment een meter geworden, want je zegt geen B, L, M en Z meer. Het is dus een meter, 1,5 meter, 1,10 meter. Dus het doel voor mezelf gesteld om dit jaar nog een rondje meter te rijden. En dat hoeft zeker niet foutloos, want wij zijn allebei nog lerende. Voor Baloo is nieuw, maar voor mij al helemaal, want ik ben echt geen springruiter. Ik heb nooit gesprongen in mijn leven. Baloo is degene die mij alles moet leren en ik moet Baloo alles leren. En daardoor duurt het gewoon langer, wat helemaal prima is. En na het vorige rondje die jullie in een paar vlogs geleden hebben gezien, dacht ik, fuck it. Ik ga gewoon de stoute schoenen aantrekken. En ik ga gewoon een keer een oefenrondje opgeven voor 90 en een meter. 90 springen we hier thuis al vaak op met oefenen. En ik dacht, die 10 centimeter, het is voor mij echt een mindfuck spelletje. Dus ik moet mezelf eroverheen gaan zetten. Ik moet mezelf vermannen. Zij kan het prima. Kom op, jullie kunnen het nu. Ik ben er al in geen maanden meer afgevallen. Dus ik dacht, ja, ik kan elke keer terugdenken aan dat moment. Maar dan wordt het nooit beter. Dan gaan we het ook nooit halen. Dus met die insteek zijn we vanochtend naar Ermelo gereden. En ik ben heel erg bang voor falen. Ik heb echt ontzettende faalangst. Dus natuurlijk had ik wel ergens het idee van, ja, kut, straks lukt het niet. En dan zou ik echt heel teleurgesteld in mezelf zijn. Niet in Baloo, maar echt in mezelf. Omdat ik weet dat het mijn probleem is en niet die van haar. Dus dat is zo'n motivatie en zo'n drive om dus het wel te laten lukken.
We hebben ingesproken, of tenminste, we hebben eerst parcours gelopen. Op dat moment heeft Baloo dus, of werd Baloo gestapt door Jury. En met het inspringen had ik echt 3 kruisjes gesprongen. En toen zeiden ze, ja, je mag al de baan in. Toen dacht ik, oh, even rustig. Ik moet eventjes goed opwarmen. Dus toen heb ik nog een paar keer een steltje van 80, 90 gesprongen. En toen dacht ik, ze voelt goed. Ik ga ook gewoon die baan in. Het was dus echt op Ermelo in het KNS-centrum. En dat is best een entourage. En daar is veel te zien. Daar gebeurt heel veel. Dus voor zo'n jong paard die relatief weinig ervaring heeft, is dat best een heel ding. Nou ging het meisje, terwijl ik aan het instappen ben, en toen het meisje die een parcours moest rijden, viel er vanaf. Dan word ik altijd een beetje zenuwachtig. Dan denk ik, oh kut, straks gebeurt dat ook bij mij. Niet dat het erg is, maar omdat ik jullie net heb uitgelegd over het falen, dat je dan denkt, fuck, als dat bij mij gebeurt, wat gebeurt er dan met mijn vertrouwen? Dus ik dacht, ik moet er ook helemaal niet op focussen. Ik moet op mezelf focussen. Ik ga haar nu alle sprongen laten zien en we gaan dit gewoon doen. Punt uit. Geen gemekker. Ik ben ook beide rondjes deze keer vanuit galop gestart en niet vanuit draf. En na het eerste rondje kreeg ik eigenlijk als feedback om meer tempo te houden, meer ritme te houden. Terwijl voor mijn idee ga ik al altijd heel erg hard. Maar dan moet het echt ook, dat is een knop om die moet. En wat minder mee zitten op de sprong. En de sprong, de sprong dus wat meer naar me toe te laten komen. Nou, dat is bekende kritiek, dus het was niet heel erg nieuw voor mij ofzo. Toen ging ze natuurlijk verhogen, want toen moest ik een meter rijden. En toen zei ik ook van, dit is dus het hele probleem bij mij. Het is niet het rondje, de moeilijke lijntjes, want het was echt een flink pittig parcours waar je heel goed moet rijden qua technische lijnen. Maar dat vind ik super leuk. Maar het is die hoogte, die oksers die zo breed worden. En dan, ja, dan blokkeer ik gewoon. Dus Rosaline zei ook, je gaat godverdomme doen. Jij kan dit, jullie kunnen dit. Heb vertrouwen, geef haar dat vertrouwen en dan komt het goed. En zo ben ik eigenlijk dat tweede rondje gestart. Op hindernis 1 was het ook alweer een beetje chaos. En dat had ik in dat eerste rondje ook. Achteraf zei ik met jullie ook van, ik moet daar echt gewoon meer gaan rijden. Maar hoe meer het parcours vordert, hoe beter het ging. En ik was zo blij na hindernis 11 dat ik überhaupt het rondje had afgesprongen. Want ik denk dat we bij in totaal iets van 15 combinaties hebben gekeken. En ik denk dat er hooguit 5 rond zijn gekomen zonder weigeren en zonder te vallen. En toen dacht ik wel van, wow, dat is best wel... Maak me die balkjes helemaal geen zak uit. Die afstanden moeten gewoon verbeterd worden. Maar er moet eerst vertrouwen gereden worden. En dan kunnen we dus gaan verder bouwen. En dat verder bouwen gaan we nu lekker doen. En ik hoop dat jullie evenveel genoten hebben van deze vlog als ik. En ik zie jullie in de volgende weer. Dus doei doei!